Goedemiddag. Vandaag, precies een jaar geleden, was de eerste besmetting in Nederland, zoals jullie weten waarschijnlijk. Ja. Ja. En ja, hoe beleven jullie de coronatijd? Ja, nou ja, je probeert er gewoon het beste van te maken. Want jullie staan hier een kopje koffie te drinken in de hoofdstraat in Dedemsvaart, Julianastraat beter gezegd, omdat de terrassen dicht zijn, hè? Ja, dat is een uitje van het weekend, hè? Uitje van het weekend. We moeten maar van de nood een deugd maken en even wat improviseren. Ja. En, of lekker fietsen, hè? We zijn gekomen uit Ommen. Uit Ommen, oké. Okay. Ja, we zijn hier naartoe gefietst en dan koffie halen. Ja, precies. Dat maakt het toch weer wat als een uitje, zeg maar. Ja. Maar straks gaan de kappers open, hè, volgende week. Zien jullie daar ook naar uit? De afspraak staat al. Ja, de afspraak staat al. Ja. Want is dat echt zo dat we ons dan beter voelen als het gaan geknipt is? Want dat hoorden we, hè? Het is wel een opluchting. Pardon? Het is wel een opluchting. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, nou. Maar al bij al, hoe kijken jullie terug op het afgelopen jaar? Je moet het ermee doen. Ja. Dus, en op zich, het is niet anders en dan gaat het eigenlijk best heel goed. Ja, en wij hebben eigenlijk ook geen klagen. We hebben een huis met een tuin. Ja. We kunnen alle kanten op. Ja. Geen ziekte. Geen ziektes gaat verder. Ja, precies. Dus, het is zoals het is. Ja. En we zijn erg blij met de vaccins die er nu zijn. Ja. Dus hopen dat we snel allemaal beschermd zijn. Oké. En dat we dan weer het normale leven laten we het hopen. Nog een prettige reis terug en bedankt voor jullie reactie. Oké. Gedaan. Een lekker ijsje. De corona, hè, dat heeft nogal wat impact op jonge mensen, ook op jullie. Ja. Ja, zoals? Wat vinden jullie erg lastig nu? Dat we niet echt ergens heen kunnen, dat de winkels dicht zijn en zo. En dat we niet naar school kunnen. Ja, dat hoor ik ook in de media, dat veel jonge mensen daar ook onder lijden. Dat het online les krijgen, dat vele jonge mensen dat een beetje zat zijn. Herkennen jullie dat? Ja. En straks volgende week, denk ik, gaan de deuren weer open, hè, van de scholen. Ja. Klopt dat? Blij? Ja. Ja, want jullie missen waarschijnlijk wel de omgang met de klasgenoten en zo. Ja, klopt. En hoe is dat onderwijs dan via internet? Ja, het is wel anders dan op school. Ja. En hoe lang is dat nu al, dat jullie niet in de klas hebben gezeten? Enkele maanden in ieder geval. Ja, oké, eet lekker verder het ijsje en een fijne dag, hoor. Ja, dankjewel. Mevrouw, wat een leuk hondje hebt u. Hoe heet het hondje eigenlijk? Fayo. Oh, wat voor ras is het? Lekelende terrier. Ja, het doet me een beetje aan het hondje van Kuifje denken. Ja, dat zeggen ze wel, maar het is echt geen Kuifje, hoor. Nee. Oké, wat ik u wilde vragen vandaag, precies een jaar geleden dat de eerste coronabesmetting heeft plaatsgevonden in Nederland. We hebben een zwaar jaar achter de rug, u ook. Ja? Ja. En volgende week is er toch wat ruimte, hè? Ja. De kapper gaat weer open. Ja. Hoe vindt u dat? We zijn er heel blij mee. Ja? Want ons erop knappen. Voelt u zich ook gelukkiger als u een goed kapsel hebt, zeg maar? Ja, natuurlijk. Ja. Helemaal goed. Ja, oké. Okay. Nou, laten we er dan, genieten dan maar van. Nou, u ook, hè? Ja, dankjewel. Nog een fijne dag. Succes met je werk, hoor. Ja, dank u. Dag mevrouw. Hoi, corona, hè? Het is precies een jaar geleden dat de eerste besmetting is vastgesteld. Hoe was het afgelopen jaar voor jullie als jonge mensen? Ja, scholen. Mijn cijfers gingen eerst echt naar beneden, want er waren heel veel toetsen en heel veel huiswerk in één keer, dus dat was wel wennen. Maar ik ben nu eigenlijk ook zo erg dat ik niet meer naar de fysieke school toe wil. Oké. Okay. Ja. En waarom niet? Omdat ik ben nu eigenlijk gewend aan online en dan heb je gewoon achter het scherm en dan huiswerk en dan kan je in je eigen wereld. En anders moet je helemaal wakker worden, naar school toe gaan, fysiek, en dan daar werken en dan huiswerk en dan weer. Oké, dus dat is wel een afwijkende reactie op wat we in het algemeen horen, hè? Want je hoort dat heel veel jonge mensen elkaar missen en die de sfeer op school en zo, maar jij zegt je hebt van de nood een deugd gemaakt en het bevalt eigenlijk wel, begrijp ik. Ja, ik zeg maar, de school went wel, maar de mensen, zeg maar, de gangen en gezelligheid, dat mis ik dan weer wel. Ja, oh ja, oké. Maar de les dan weer niet. Ja, precies. Dus en volgende week, wanneer is het al bekend wanneer je mag komen?
Voor mij nog niet, nee. Maar voor andere mensen van mijn school ook. Ja, en hoe lang ben je nu al thuis? Echt niet nee, meer. Maanden zeg maar. Ja. Maanden, oké. Okay. En hey, herken jij dat? Ja, op zich wel. Ja? Ja. Hoe was het voor jou afgelopen jaar of afgelopen maanden zeg maar? Ja, ik ben er op zich ook nu wel aan gewend. Ja, ook aan gewend zeg maar, ja. Ja. Oké. Okay. Dus het zal even wennen zijn dan straks. Ja, het is ja, maar dat wel. Één dag per week natuurlijk. Dus je hebt tijd om te wennen. En dat je straks weer naar de kapper mag, wat vind je daarvan? Daar ben ik eigenlijk ook blij mee. Ja? Heeft dat ook effect op je gevoel van welbevinden? Ja, dat niet echt. Dat niet echt, maar nee. Ik ben wel blij dat je van dat coronakapsel af bent. Ja, dat wel. Ja. Is dat bij jou ook zo? Nee. Nee, daar heb je niet zo'n last van. Oké, okay, bedankt voor jullie reactie en nog een fijne dag hoor. Hetzelfde. Dank je. Bedemsvaart een aantal jonge mensen aan. Hallo, hoe gaat het met jullie? Lekker in het zonnetje zie ik. Zeker. Ja, ik lees in de media dat het met jonge mensen niet zo goed gaat deze dagen in verband met de corona en allerlei beperkingen. Herkennen jullie dat? Ja. Nou, ik heb er zelf niet heel veel last van, maar ik denk wel dat heel veel jongeren er heel erg last van kunnen hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het wel een beetje saai worden de laatste tijd. Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Want wat doen jullie normaal gezien dan, als er geen corona zou zijn? Afspreken zitten we hier met een man of 20 en nu maar met 4. Ja. Eigenlijk ook niet helemaal mag, maar het moet toch maar. Oké, okay. Ja, precies. Dat was natuurlijk heel anders. Maar het lukt wel een beetje om het hoofd boven water te houden, zeg ja, maar. Zeker. Maar de scholen waren ook dicht de afgelopen periode, hè? Ja. En hoe ging het leren online? Nou, de lessen zijn wel van veel mindere kwaliteit, maar ja, daar kan het natuurlijk ook niet heel veel aan doen. Nee. En jullie missen wel de sfeer een beetje. Misten jullie wel de sfeer? Ja, ik persoonlijk niet. Ik, ben, zeg maar, ik had moeite met thuis leren. Ja. Dat maakte ook dat ik zeg maar, op school terecht kon. Ja. En daar kon ik met behulp, met begeleiding, kon ik daar gewoon mijn schoolwerk doen. Ja. Dus ik zat wel met leerlingen in de klas. Ja. Dus ik had wel een beetje het schoolgevoel. Oké, dus jij kon het wel even toch wat van dichterbij meemaken, zeg maar. En volgende week mogen jullie één dag of twee dagen naar school? Of, één dag in de week. Eén dag. Dus opgelucht, fijn dat dat kan. Ja, ja oké. Okay. Fijn. Ja. Nou, succes en houd de moed erin, want er is toch licht aan de horizon, hè? Ja. Vaccins. Dus wie weet of we komende zomer toch wat meer kunnen. Ja, dat is. Oké, nog bedankt, fijne dag. Ja.